Beste bedienden van NFB Testelt, meneer Pastoor, beste leden van de fanfare, beste aanwezigen. Naar goede gewoonte zijn we hier samen om het einde van de Eerste en van de Tweede Wereldoorlog te herdenken en hulde te brengen aan alle mensen, militairen en burgers die voor onze vrijheid het leven lieten. Mensen ook van bij ons, uit onze familie, uit onze buurt. De Eerste Wereldoorlog begon op 4 augustus 1914 en duurde meer dan 4 jaar. Tot 11 november 1918, toen de wapenstilstand werd getekend. Het was een zware, uitzichtloze loopgravenoorlog waarbij tienduizenden slachtoffers vielen, vooral soldaten aan het front. De Tweede Wereldoorlog begon in ons land op 10 mei 1940. Het resultaat was een massa militaire slachtoffers, maar vooral onschuldige burgers die ongewild in de gevechten betrokken geraakten. De oorlog duurde 5 jaar. Tot de bevrijding op 8 mei 1945. Het is lang geleden dat we in ons land met oorlogsgeweld geconfronteerd zijn geweest. Maar nu is de oorlog wel heel dichtbij, in Oekraïne, op ons eigen Europese continent. De Russische agressor ontziet daar niemand. Een soeverein Europees land wordt zonder boel of baat tegen alle regels van het internationale recht in, binnengevallen en ingenomen. Steden worden gebombardeerd. En niet alleen militairen, maar ook burgerdoelwitten. Woningen, scholen, kindercrèches, ziekenhuizen, woonzorgcentra en ga zo maar door. Onschuldige burgers zijn slachtoffer van de niets ontziende methode van de zuivere generaal die ook in Syrië steden zoals Aleppo met de grond gelijk maakte. Met de winter op komst wordt vooral gemikt op energie- en infrastructuurvoorzieningen, waarbij de Oekraïners letterlijk in de kou en in het donker worden gezet. De gevolgen van het conflict in Oekraïne laten zich natuurlijk ook bij ons voelen. Er is niet alleen de schrik voor escalatie en het begin van de Derde Wereldoorlog. Er zijn ook de torenhoge energie- en voedselprijzen, de gestegen loonkosten en de hollende inflatie die ondernemers en overheden voor ongeziene uitdagingen stellen. De lagere inkomens worden hier het sterkst getroffen door armoede en ongelijkheid. In onze samenleving nemen overhand toe. We getuigen daarvan het toenemend aantal mensen, ook veel gezinnen met 2 verdieners die noodgedwongen een beroep moeten doen op het OCMW en de voedselbank. Als overheid moeten wij op de eerste plaats oog hebben voor deze mensen en de steunmaatregelen daadwerkelijk op de eerste plaats afstemmen op diegenen die het meest nodig hebben. We maken de laatste 15 jaar al heel wat crisissen mee. De bankencrisis. De terreurcrisis, de klimaatcrisis, de asielcrisis, de coronacrisis. En daarbovenop de Oekraïnecrisis en de energiecrisis. We gaan bijna van de ene crisis naar de andere. We zijn een beetje crisismoe aan het worden. Mensen voelen zich bedreigd in hun dagelijks leven, zijn ongerust en onzeker. En er is ook veel frustratie en ongenoegen in onze samenleving. Burgers, inwoners verwachten van overheden en de politiek oplossingen in deze moeilijke tijden. Als politici hebben we hier een cruciale taak. De handelswijze van politici moet erin zijn van integreren en verbinden en niet van confronteren en verdelen. Zou erin moeten zijn van dialoog en overleg, van zoeken naar oplossingen voor problemen en naar draagvlak. We hebben geen confrontatie nodig, maar wel overleg en oplossingen, zeker in deze moeilijke tijden. Het is ook niet allemaal slecht nieuws, gelukkig maar. Er is nog veel solidariteit. We hebben dat duidelijk gemerkt in coronatijden. Mensen nemen het op voor elkaar, voor hun familie, voor hun buren, voor hun vereniging en voor collega's op het werk. Ze helpen elkaar als het nodig is. Tijdens de coronacrisis is heel veel begrip en solidariteit betoond, tot op vandaag, en dat kunnen we alleen maar toejuichen. Hetzelfde tijdens de Oekraïne-crisis, die toch al een 8 maanden aansleept, toen heel wat mensen solidair waren, spontaan hulp boden, en bijvoorbeeld een woning vrijwillig ter beschikking stelde van de Oekraïnse vluchtelingen. Momenteel zijn er nog een 70-tal op het grondgebied van de Oekraïnse vluchtelingen. Dit toont gewoon wel aan dat we veel kunnen betekenen voor de anderen en dat we elkaar ook nodig hebben en dat we elkaar ook niet mogen loslaten. Ik denk dat het beste is dat we proberen samen op een goede manier en in samenwerking door deze crisis te komen. In naam van het stadsbestuur en de aanwezige monetaris hier, wil ik iedereen die zijn medewerking ieder jaar verleent aan deze mooie viering hier in Testelt danken. Ik dank NFB Testelt, ik dank uiteraard meneer Pastoor
de fanfare die zo'n mooie bijdrage geleverd heeft. En ook de mensen van onze technische dienst die telkens zorgen dat de geluidsinstallatie in orde is, zodat jullie van elkaar goed kunnen horen. Dus iedereen ook dank voor uw talrijke aanwezigheid hier in Testelt. En om u daarvoor te belonen, als dank voor uw aanwezigheid, bent u allen uitgenodigd, en dat is ook ieder jaar hier in het Meulenbergste, je weet wel, de café, de kerk, de café, de hier, om waar wij een drink en een klein hapje zullen aanbieden. We gaan nu nog even luisteren naar een laatste bijdrage van onze fanfare. En dan gaan we naar onze drink. Dank u wel allemaal. De groeten. Goed. Ha 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 ha